Onze fabriek heeft nog veel energie nodig. Als ik dan vraag naar bepaalde oplossingen bij een leverancier die duurzamer zijn, dan hebben ze die meestal wel. Maar ik moet er wel naar vragen, anders komen ze niet. Dat valt wel op. Je ziet dat heel veel van de gesprekken toch gaan over kosten en over terugverdientijden en over allerlei technologische aspecten, zoals de inpassing in de bestaande processen. En je zou ook wat meer kunnen nadenken over andere aspecten, zoals waarom doen we dit eigenlijk, zo'n warmtepomp? Wat is het grotere doel daarachter? Dat soort aspecten die blijken heel belangrijk te zijn bij het verkoopverhaal, dat uiteindelijk ook door de mensen binnen een bedrijf verkocht moet worden. Ik begeleid vandaag een workshop over communicatie tussen technologieleveranciers en gebruikers. We willen de leveranciers van technologie, maar ook gebruikers erop wijzen dat de communicatie over meer gaat dan over geld en techniek. In de workshop zal geprobeerd worden om meer begrip en kennis te krijgen over en weer. Dus vanuit leverancier richting gebruiker en andersom vanuit gebruiker naar leverancier. We hebben een aantal inzichten aan ze laten zien uit de psychologie en de communicatiewetenschappen, waarvan wij denken dat ze die kunnen gebruiken in hun gesprekken om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld een warmtepomp wordt geplaatst of dat ze daar wat meer over gaan nadenken binnen hun bedrijf. Ze denken vaak zelf dat het komt door het geld en de terugverdientijden of dat de techniek nog niet zo ver is, maar er zijn ook allerlei andere factoren binnen een bedrijf die hen ervan weerhouden om iets te doen. Bijvoorbeeld dat ze als bedrijf niet als enige voorop willen lopen en dat ze afwachten hoe andere bedrijven het doen, hoe hun concurrenten het doen. En op die manier blijven ze afwachten en zetten ze geen stappen. Ik denk dat het heel leuk is dat we in deze workshop kunnen laten zien dat er allerlei standaard denkfouten zijn waar we allemaal last van hebben. Maar die wel kunnen helpen om eens op een andere manier naar dat probleem te kijken. We zijn vandaag nu bezig met warmtepompen. We gaan ook aan de slag bij elektrische aandrijving waarschijnlijk. Het kan ook toegepast worden op start-ups bijvoorbeeld die wat willen met duurzame technologie. Het is eigenlijk op iedere technologie van toepassing. Nou, we hebben hier een proefproject gedaan met de warmtepomp, met de integratie daarvan in een stoomsysteem. Dus wat dat betreft hebben we er redelijk ervaring mee. Wij willen met minder energie toch hetzelfde product blijven produceren. En met de warmtepomp bied je die mogelijkheid. Het is naar nul CO2-uitstoot gaan, zowel thuis als bij de fabriek. Ik denk dat er absoluut kansen liggen voor de handel, maar mogelijk moeten ze zich ietsje meer richting de eindklanten opstellen.